Teken het gesprek in met het idee dat iedereen wel een zonde heeft. Iedereen. Oké, okay. En ik weet niet of je de zeven hoofdzonden een beetje kent, of jou dat iets zegt. Nee. Ik heb al twee gevonden, maar ik mag maar één kiezen. Jaloezie. Nog? En de andere is? Woede en wraak. Dan zeg ik toch pittig. Maar goed, vertel. Het is gewoon als ik in een relatie zit dan en ik hou heel veel van iemand. Dan ben ik gewoon echt jaloers, dat weet ik. Dan kan ik echt wel vervelend zijn eigenlijk. Ja. Maar wie is dat? Wie is dat? Waar ken je daarvan dan? Echt? Ja. Okay. Zo kan het zijn, ja. En waarom heb je dat? Ja... Weet ik eigenlijk niet. Dan wil ik gewoon weten wie dat is. Maar ja, misschien is het onzekerheid, ik weet het niet. Ik was altijd heel erg met andere mensen bezig hoe ze over mij dachten. Bijvoorbeeld van, ben ik wel aardig? Of... En nu is het meer zo van, nou ja, ik ben wie ik ben. En als je het niet accepteert, dan ja, sorry. Want je hebt al best wel lang in de spotlight gestaan. Of sta je al in de spotlight? Onder andere met Ravish, de meidengroep. Was je toen ook onzeker in die periode? Ja, best wel eigenlijk. Want ik had echt totaal geen verstand van hoe ik moest zingen en al die dingen. Ik deed gewoon maar wat eigenlijk. En het klonk wel een beetje leuk. Maar ja, je wordt echt in het diepe gegooid en je hebt er geen verstand van. En natuurlijk denk je dan van, hoe ga ik het allemaal doen? En ja, zulke soort dingen. Hoe was dat dan, om dan in de spotlight te staan voor jou? Het was geweldig. Oh, wel? Ik vond het hartstikke leuk, weet je wel. Ik ben een keer bekend en en Sharon. En hartstikke leuk. En heel veel optredens, dat vond ik super tof. Alleen ik zou nu beter weten hoe ik er allemaal mee om zou moeten gaan, weet je wel. Wat zou je nu dan anders doen dan je vroeger niet deed? Vroeger ging ik bijvoorbeeld ook nog heel veel naar feestjes. Ik kon overal naar feestjes en party. En nu ben ik gewoon echt heel erg bewust met mijn stem bezig en met mijn ontwikkeling. En ik weet waarvoor sommige dingen zijn. En ja, ik ben me gewoon veel meer bewust van alles wat er nu op mijn pad is.